Koksenzee zou Verstappen die eerste race zelf eigenlijk leuk gevonden hebben. Ja, nou ja, winnen blijft altijd leuk en dominant zeker. En zeker als je de eerste wedstrijd kan pakken. Benieuwd hoe dat is in wedstrijd nummer 2, daarop blikken we vooruit hier in Pitlane. Welkom bij de voorbeschouwing op de tweede race van het Formule 1-seizoen. Heel veel te bespreken, gaan we natuurlijk weer doen. Zometeen met Xavier, hij komt weer uitgebreid aan het woord. Maar we gaan eerst even kijken wat Xavier in onze vorige uitzending zei. Ik ben wel heel erg benieuwd wat Fernando Alonso gaat doen. Die heeft toch weer een gekke keuze gemaakt om bij Alpine weg te gaan, bij Aston Martin. Iedereen zei, ja, is het niet een beetje te vroeg? Aston Martin, vorig jaar natuurlijk zeker niet het sterkste team. Uh, maar het schijnt toch zo te zijn dat ze een hele goede auto hebben gebouwd. In ieder geval, dat blijkt uit die wintertesten. Uh, ik ben eens benieuwd wat hij uh, aankomend weekend gaat doen. Die kan misschien wel eens voor een verrassing gaan zorgen. En u raad het al, Alonso staat op het podium vervolgens. Xavier, hoe is het mogelijk? Ja, nou ja vooruitziende vooruitzien blik misschien. Nee, ja, het, zag er, het zag er gewoon heel goed uit. Dan moet het wel nog gebeuren. De kwalificatie viel dan een beetje tegen, maar ze waren wel al snel in de vrije trainingen. En een uitermate goede wedstrijd van Alonso. En prachtig dat hij op het podium komt. En een verrijking weer in de Formule 1. En mooi te zien dat zo'n karakter, zo'n type als Alonso gewoon weer op het podium is. Ja, ja, ja het is een beetje de Boerburger-beweging van de Formule 1 eigenlijk. Hè? Je verwacht er wat van. Het is knalgroen en het gaat als een raket vervolgens. Um, hoe aannemelijk is het dat het het ook gaat volhouden, Essen en Martin, in de komende races en maanden misschien wel? Nou ja, het ziet er gewoon wel heel goed en heel sterk uit. Ze hebben een hele goede auto in die winter gebouwd. Het is een beetje een kopie uh, van, van de Red Bull. Hè. Dat wordt ook wel gekscherend een beetje gezegd. en uh, Dat geven ze ook wel eerlijk toe. Ze hebben de hoofd uh, aerodynamica bij Red Bull weggehaald. Nou ja, Die heeft gewoon uh, die Red Bull opnieuw nagebouwd. Dus ik zie ze wel gewoon het hele seizoen sterk uh, voor de dag komen. En vooralsnog met een zwakker Ferrari en een zwakker Mercedes is het gewoon het tweede team. Ja, je zegt het al, hè. tweede team, een zwak Mercedes, een zwak Ferrari. Um, onderdeel daarvan is ook dat Red Bull het heel goed deed, hè. super dominant was de eerste race. Er zijn mensen die zeggen op basis van deze eerste WK-stand en deze eerste race, ja, het wordt een ABC, Verstappen gaat gewoon met twee vingers in de neus kampioen worden. Um, is het nou zo simpel of valt het mee? Nee, zo simpel is het uiteindelijk nooit, maar ik vraag me wel heel erg af, wie kan Verstappen überhaupt gaan bedreigen dit, uh, dit seizoen? Even eens antwoord dan, wie, wie kan dat gaan doen, denk je? Ja, het gaat heel moeilijk zijn. Het enige wat kan gaan helpen, is dat die windtunnel penalties die er liggen, dat die echt een rol gaan spelen halverwege het seizoen. Maar het kan dan al zijn dat Red Bull dan al voor die tijd zo ver voor staat dat gewoon Verstappen niet meer te achterhalen is. Uh, en daar ben ik eigenlijk zeg, ook misschien wel een beetje bang voor voor de strijd in het kampioenschap. Ik denk dat Verstappen gewoon uh, ja, op een titel afstevend. Ja, en toch gaat niet alles van een leien dakje. Uh, want het nieuws van vandaag voor donderdag. Is dat Max Verstappen zijn pitstopstrategie voor een soort potstopstrategie heeft verwisseld? Buikgriep, buikklachten, reist vrijdag of is vrijdag pas op het circuit ja. in saoedi arabië um, Wat is daar de impact van? Gaat hij dat merken los van die buikgriep? Maar wat is het gevolg voor het weekend beter gezegd? Nou ja, hij mist gewoon uh, alle persconferenties. Dat zal hij niet heel erg vinden, denk ik. Uh, en hij zal er gewoon het weekend, het weekend staan. Natuurlijk, als je echt niet fit bent, heeft dat, uh, heeft dat, een, heeft dat een impact, heeft dat een invloed. Maar kijk eens hoe uh, Lance Stroll met een ongeveer een gebroken pols uh, nog uh, punten weet te scoren in de Formule 1. Uiteindelijk, als die mannen in de auto zitten en de andere Deline in het lichaam begint te stromen, dan uh, ga je er weer gewoon voor. En gaan we Verstappen gewoon dit weekend gewoon weer zien voor de overwinning rijden. Ja, en dan vertrouwen zal het niet liggen hè, naar die eerste race. Um, wie ook naar die eerste race heeft gekeken, is Richard Pax, voormalig teambaas, toen van stappen in de Kartsreed en ook een vriend van de familie. Laten we even kijken hoe hij naar de eerste race van dit seizoen keek. Nou, de, zo zie ik ze inderdaad het liefste ja, als ze bij kopstart kop pakken en dan uh, dominerend wegrijden. Dat zijn wel de mooiste races om ontspannen te kijken. Absoluut. Maar het is, het is niet zo dat je denkt van ja, zo moeten ze allemaal zijn, maar zo heb ik ze wel het liefste ja. Is het voor de neutrale kijker niet heel spannend dan? Nee, maar het was wel een hele mooie race. Ik bedoel, het is niet altijd Max die de race moet maken. Maar het is, het is wel leuk om te zien hoe ook anderen met elkaar vechten. Met name Alonso. Hoe die Mercedes inhaalt, hoe die Ferrari inhaalt. Dat is wel een hele mooie race. Een hele mooie race dus. Heel benieuwd hoe dat gaat zijn dit weekend in saoedi arabië Laten we het circuit er maar meteen bij pakken waar gereden gaat worden. In Jeddah is dat. In het Midden-Oosten wederom. De derde keer dat de Formule 1 hier neerstrijdt, dat hier gereden wordt, um, wat is het eigenlijk voor een circuit? Ja, het is eigenlijk een soort stratencircuit, maar dan heel anders dan ook als Monaco. Het is een heel snel stratencircuit, met hoge snelheden. En zeker dat tweede en derde deel, dat is enorm snel. En dan weten we allemaal nog die laatste twee rechte stukken. Voor dat rechte stuk, daar is een enorme strijd. 2021 natuurlijk ja, de, de epische strijd tussen Hamilton en Verstappen in, dat, in die kampioenschapstitel. En afgelopen jaar uh, was het natuurlijk ook een fantastische race tussen Leclerc en Verstappen. En uh, Verstappen die uiteindelijk aan het kortste eind trok. Dus wel altijd race met veel spektakel. Ja, maar nog even over de baan zelf dan. Hè? Want daar is een en ander aangepast. Er is hier en daar een muur, anderhalve à twee meter, naar achter geschoven om meer overzicht te geven aan de rijders. Um... Daar ben ik me niet zo van bewust, hè, want een coureur ziet vanuit een auto. Maar hoe belangrijk is dat zichtveld voor een rijder? Ja, natuurlijk is het heel belangrijk. En we hebben daar ook een grote crash gezien waar je eigenlijk blind een bocht omkomt. Als dan inderdaad iemand dwars op de baan staat, dan kun je gewoon geen kans meer op. Dat is natuurlijk ook een beetje inherent aan een stratencircuit. In Monaco zie je ook niet zoveel. Maar de gemiddelde snelheid ligt hier zo hoog, dat ze wel toch wat op veiligheidsaspect toch wat aanpassingen hebben gedaan om dat zicht voor die coureur wel wat te verbeteren. Waardoor ze beter kunnen anticiperen als er iets voor hun iets geks gebeurt. Ja, misschien maar een goede zaak dan ook, hè. inderdaad. Opzicht. Um, laten we even kijken naar hoe Verstappen het hier gedaan heeft. Xavier vertelde het net al. Wij hebben daar ook de max-meter voor om dat te laten zien: twee optredens, één keer gewonnen, één keer tweede. Um, en je beschreef het net al: hele mooie duels. Eerst met Hamilton twee jaar geleden en vorig jaar met Leclerc. Is dit met andere woorden een baan bij uitstek voor een hele mooie race? Ja, uiteindelijk wel. We hebben er maar twee gezien uiteindelijk hier, maar het waren wel twee uh, absolute spektakelstukken. Uh, mooie race waar veel gebeurde. Ook nog wel wat safety cars. Ook dat hoort bij een straatcircuit. Als iemand eraf gaat, is het vaak meteen een safety car. Want je hebt geen uitloopzones of grindbakken. Dus uh, het belooft gewoon, denk ik, wel weer een, een mooie wedstrijd te worden. En ik denk Verstappen wel uh, heel graag hier ook weer uh, vanaf Pol een keer wil vertrekken. Want vorig jaar was het natuurlijk in die laatste bocht. Kwam die net te kort om uh, voor de pole position te rijden. In een fantastische ronde. Dus die zal erop brand zijn om in ieder geval van Pol te vertrekken. Ja, één ding weten we wel zeker. Wie namelijk niet van Pol gaat vertrekken zondag, dat is Charles Leclerc. Um, dan kijk ik naar het nieuws en dan zie ik dat Ferrari en Leclerc na amper één race de eerste grip penalty van het seizoen te pakken hebben. Tien plekken minimaal naar achter op de startopstelling zondag. Um, hoe is dat mogelijk na één race? Ja, ze kiezen er uiteindelijk voor om nu al die penalty gewoon te pakken, om met zekerheid zeg maar, de rest van het seizoen verder te kunnen, te kunnen bouwen. Uh, het is een circuit waar je heel goed kan inhalen. Dus het is wel op, op, in, in, op dat vlak tactisch gekozen dat hij ook met die tien plaatsen grid penalty nog ver genoeg naar voren kan gaan. We hebben gezien dat Ferrari heel sterk is op de, op de topsnelheid. Nou ja, dit circuit heeft dat. Dus Ferrari had eigenlijk goede kaarten, maar... Leclerc heeft nu in ieder geval wel goede kaarten om sterk terug te komen op dit circuit, wat op andere circuits misschien moeilijker is. Want voor duidelijkheid, hij moest een en ander vervangen hè, aan zijn onderdelen, ja. vanwege die problemen die hij had in de eerste race. En dus pak je er maar een lading bij in één keer. Ja, dan pak je in één keer een lading van een nieuwe motor die de rest van het seizoen weer kan gebruiken. En dan staat hij in ieder geval weer gelijk aan aan de rest. En als je dan moet kiezen, dan ga je toch strategisch kijken waar kan ik het beste, die penalty pakken. En dan is hier misschien wel een goede plek, omdat je vrij makkelijk met die DRS-zones goed kan inhalen op dit circuit. Ja, bij Ferrari hebben ze niet zo'n goede zin. Over plekken waar ze niet zo'n goede zin hebben gesproken. Laten we even gaan kijken bij Mercedes, want daar was ook wel een en ander te vertellen, met name door Sir Lewis Hamilton. Die zei namelijk het volgende, en ik ga hem even citeren, kijk, ik heb zoveel auto's bestuurd in mijn leven, dus ik weet wat een auto nodig heeft en ik weet wat een auto niet nodig heeft. Het gaat om toegeven en zeggen, ja weet je wat, we hebben niet naar je geluisterd, het is niet wat het moet zijn en we moeten aan het werk. Boodschap gericht aan zijn eigen team. Uh, jullie hebben niet naar mij geluisterd, de auto is niet goed genoeg. Dat is best raar, toch? Nou ja, dat is wel gewoon de frustratie die er op dit moment zit, natuurlijk bij Mercedes. Ze hadden vorig jaar, natuurlijk, met die Zero Pots al een concept waar ze dachten het ei van Columbus te hebben en beter te zijn dan de rest. Dat viel tegen. Ik vond het heel opvallend dat ze dit seizoen met weer eenzelfde auto, met hetzelfde concept terugkwamen. Ze hebben het dan toch geprobeerd toch gedacht dat dat kon gaan werken, maar nu na de eerste race uh, is iedereen erover het eens: uh, dit gaat niet een winnende auto worden, dus ze moeten het concept gaan herzien. Uh, nou, ik denk dat ze eerder net als Aston Martin beter gewoon naar Red Bull kunnen kijken en het goed kopiëren. Uh, maar ja, dat, daardoor lig je wel weer op achterstand. Je hebt natuurlijk een gelimiteerd budget, dus je kunt niet ongelimiteerd ontwikkelen. Dus het maakt het seizoen voor uh, Mercedes nu alweer uh, moeilijk. Ja, ik denk dat iedereen wel naar Red Bull kijkt, maar dan vooral naar de achterkant van die auto, zeg maar. Want die zien ze, die eerste is volledig verdwijnen eigenlijk. Um, maar wat verwacht je nou dit weekend? Kan er iemand dan toch misschien in de buurt gaan komen van Verstappen en PRS? Nou ja, het is terecht wat je zegt. Eh, Verstappen en Perez. Perez was hier vorig jaar sterk. Werd alleen in de val gelokt door Ferrari toen de tijd eh, om een eerdere pitstop te maken. En daarna kwam net een safety car. viel daar tegen. Maar Perez was heel sterk eh, afgelopen jaar. Dus was misschien de enige die nog een beetje in de buurt kan gaan komen bij, eh, bij Verstappen. Dat is een teamgenoot. Anderzijds is het de vraag hoe goed gaat Ferrari zijn op die hoge snelheid. Want dat was eh, wel heel duidelijk hun troef voor dit seizoen. Dus hier moet Ferrari ook wel eh, wat, eh, wat punten gaan pakken. En de vraag is, kunnen ze dichtbij komen? En kan Alonso weer opnieuw gaan verrassen? Kortom, er zit veel in de mix. Uh, dus uh, weer een mooi weekend om naar uit te kijken. Ja, en ze krijgen bij Red Bull nog bezoek, heb ik begrepen. Wat ga je doen? Ja, ik ga uh, inderdaad de uh, volgende week maandag gaan we de fabriek bezoeken met 30 ondernemers hier uh, uit Limburg en Brabant. Uh, gaan we bij RedBoel eens dus een uh, kijkje in de keuken nemen? Ja, Je gaat toch niet de boel verstoren daar, hoop ik. Hè? Nee, nee, we gaan eens kijken waarom ze het nou zo goed doen. Ja. Nou, ik ben benieuwd naar de antwoorden binnenkort. Uh, ja. Dank je wel alweer voor je komst naar de studio. Uh, we gaan kijken naar de Grand Prix van Saoedi-Arabië dit weekend vanaf 6 uur zondag te volgen ook via een live blog op L op 1 Limburg, moet ik zeggen. Um, en graag tot de volgende pitlane over twee weken. Dus graag tot dan.